Rugpijn kan over de gehele wervelkolom voorkomen, maar meestal voel je het in de lage rug. De lage rug is de verbinding tussen het boven- en onderlichaam. Het draagt het grootste deel van je lichaamsgewicht. Pijn in de lage rug kan veroorzaakt worden door een irritatie of problemen met de pezen en spieren, zenuwen en zenuwuitlopers, gewrichten en tussenwervelschijven in de lage rug. Lage rugpijn kan dof of scherp aanvoelen en kan op één specifieke plaats of op meerdere grote gebied verspreid zitten. Wanneer lage rugpijn geen duidelijke oorzaak heeft, wordt deze aspecifieke rugpijn genoemd. Aspecifieke rugpijn kan ontstaan na zware inspanning zoals stillen, bij plotselinge beweging met de rug, of geleidelijk door overmatig gebruik van de rug bij herhaaldelijke beweging. Het kan ook ontstaan door een verkeerde lichaamshouding, overbelasting en ten gevolge van ouderdom. Aspecifieke lage rugpijn straalt zelden uit naar de benen. Lage rugpijn kan ook ontstaan door een beschadiging van tussenwervelschijf in de wervelkolom. Een tussenwervelschijf bestaat uit een stevig ring en een zachte kern en vormt een stootkussen tussen twee wervels. Als een tussenwervelschijf beschadigd raakt, kan deze uitpuilen en scheuren. Het wordt dan een hernia genoemd als door de scheur in de ring de inhoud in een zachte kern naar buiten uitstult. Een hernia komt meestal voor in de lage rug en kan dan lage rugpijn veroorzaken, met uitstralende pijn in één of beide benen. De pijn veroorzaakt door tussenwervelschijf die uitpuilt en tegen de grote beenzenuw aandrukt. Het wordt ook wel ischialgie genoemd. Als uitpuilende tussenwervelschijf niet tegen de zenuw aandrukt, is de rugpijn dikwijls wat minder. Ischialgie is de term die gebruikt wordt om de symptomen van een mogelijke beknelling van de grote beenzenuw te beschrijven. Ridiculopathie is een situatie waarbij de zenuwwortel in de verbinding staat met zenuw, in dit geval heupzenuw, geïrriteerd, verdrukt of afgeknepen is. De symptomen van ischias zijn onder andere pijn, tintelingen en een doof of zwak gevoel dat uitstraalt van de lage rug over de billen naar de achterkant van de benen. Niet altijd kan een zenuwbeknelling worden aangetoond. Dan wordt toch term ischialgie wel gebruikt om aan te geven dat de pijn uitstraalt in het verloop van een grote beenzenuw. Voor meer informatie over lage rugpijn kun je het beste contact opnemen met je huisarts.